Vandaag doe ik eindelijk weer een keertje 1 versus 1 tegen kijkers in Brawl Stars. Maar dit keer met best wel een leuke twist. Want als die 1 versus 1 gewonnen wordt door de kijker, dus ik verlies, dan wint diegene 3 skins. Je hoort het goed. 3 skins wint diegene als die wint. Dat is wel echt insane veel. Ik zal snel even die skins aan jullie laten zien welke je dan kan winnen. Als eerste heb je Sultan Carl, wat gewoon echt een hele vette Carl skin is. En het is ook gewoon een epische, dus op 5000 bling of 149 edelstenen. Dat is de eerste. Daarnaast kan je Panda Nita winnen. Die heb ik al, maar die kan je ook winnen. Dus dat is ook vet. En dan heb je nog één andere skin. En dat is de skin voor Rico. Dat is hier deze skin voor Rico. Wacht Rico. Dus gewoon 2 skins van 149 edelstenen die je kan winnen. Plus dan ook nog die Panda Nita skin. En ik vind die wachter Rico en ik vind die Sultan Carl echt heel vet. Panda Nita ook gewoon prima. Er zijn gewoon 3 hele vette skins. En die kan je dus winnen als je in een 1 versus 1 tegen mij wint. Maar we doen het anders. We doen gewoon 1 versus 1 in een knokbal map met alleen maar muurtjes met Frank. Dus je moet als Frank zijnde, we doen Frank tegen Frank, de andere Frank killen en dan met je super een gat of een wegbanen richting zeg maar jouw kant. Dus ik ben heel benieuwd wat er terecht van gaat komen. Want je kan natuurlijk niet scoren als er allemaal muurtjes zitten. Dus je moet de muurtjes gewoon wegslopen. Maar mochten jullie nu trouwens kijken en denken, Joran, ik vind het stom dat ik dan niet die skins kan winnen, want ik heb niet 1 versus 1 tegen jou kunnen spelen. Wees niet getreurd, want alle skins die ik overhoud in deze video, die ga ik weggeven aan jullie. Dus stel we houden nog 10 skins over, dan ga ik al die 10 de skins weggeven aan jullie. Het enige wat jij moet doen om kans te maken op die skins is even dat duimpje omhoog smashen, de code BOWS gebruiken. Nou, en ik ga ervan uit dat jullie dat standaard al doen. En natuurlijk geabonneerd zijn op mijn kanaal. Als je dat hebt gedaan, stuur even een screenshotje als bewijs naar BOWSGiveaway@gmail.com. Ik zal het ook wel even boven in de beschrijving neerzetten. Dus als jij dat invult, dan kan jij ook kans maken op een van deze skins. Maar hoeveel skins ik overhoud, dan moeten we de video dus eventjes gaan checken. Ik ga in totaal tegen 3 tegenstanders spelen. Dus we gaan, als al die 3 de tegenstanders winnen, sowieso skins overhouden. Stel ze winnen alle 3, dan heb ik 6 skins over. Maar stel ze verliezen allemaal, heb ik 15 skins over. Dus het is een beetje afhankelijk. Maar ik zal niet storen uitzetten en de eerste die me uitnodigt mag een 1 versus 1 doen. Oké, daar gaan we dan met het allereerste potje. En die is tegen Aaron. Oh, en die heeft eigenlijk ook al een hele vette Frank skin. Nou, we gaan gewoon lekker spelen. En we gaan eens kijken wat er terecht van gaat komen. Ik heb nu mijn super ingesteld. Ik zal mijn gadget aanzetten. En dan moet ik trouwens hier ook even mijn super aanzetten. Oké, ik ga nu helaas dood. Dus dat is een klein beetje balen. Ik weet trouwens niet eens zeker of ik de goede kant op ga. Oh, ik ga dit denk ik gewoon verliezen. Gaat hij al scoren? Hij heeft al gescoord. Oké, dit gaat heel erg pittig worden voor mij om dit nog te winnen. Ik zal die bal even passen. En dan moet ik even kijken of ik hem nu kan hebben. En dan moet ik hier even mijn super neerzetten. En dan even kijken of ik hier kan scoren. Ah, oké, dat is net niet goed gegaan. Maar chill is wel dat hij natuurlijk helemaal de andere kant op moet lopen. Ik heb nu denk ik mijn verkeerde gadget aangezet. Oké, maar het eerste potje ga ik al verliezen. Ik denk dat ik mijn verkeerde gadget had en nog niet helemaal goed was voorbereid. Maar ja, dat is prima, want dat betekent dat Aaron heeft gewonnen. Dat is de eerste grote winnaar. Ik zal hem even zijn e-mailadres vragen en dan ga ik hem de linkjes doorsturen dat hij die skins kan winnen. Dus we hebben 1 winnaar al te pakken. Nou, Aaron heeft ondertussen de skins gekregen. Ik heb even met hem gesproken, even zijn mail gegeven. Zet ik hem nu er wel uit, want anders gaan we nooit een nieuwe iemand vinden. Maar dat betekent dat we een eerste winnaar hebben. Dus die heeft nu 3 skins. Dan houden we in totaal nog, moet ik even snel rekenen, 12 skins over. Want we hebben nog 3 keer 4 skins. Dus 12 skins die we eventueel nog weg kunnen gaan geven. Ben ik benieuwd wie mijn volgende tegenstander gaat worden. En hoop ik dat ik dan wel even kan winnen. Want dit ging wel heel snel heel slecht. Ja. Oké, we hebben een volgende tegenstander gevonden. Het is Gekke Willy. Gekke Willy. En dan gaan we eens kijken of we van Gekke Willy kunnen gaan winnen. Hij heeft wel bijna alle knokkers, dus dat is top. Want je moet natuurlijk wel Frank hebben om te kunnen spelen. Maar dan gaan we eens kijken of we hier misschien kunnen gaan winnen. Zou mooi zijn. Ja, ik ben heel benieuwd of we nu wel kunnen gaan winnen. Want het vorige potje werd ik wel een klein beetje afgeslacht. We gaan het gewoon zien. Ik wil eigenlijk zorgen dat ik snel mijn super ga krijgen. Dus we gaan gewoon meteen snel aanvallen. Wat doet Gekke Willy?
Die doet op dit moment helemaal niks. Maar je moet wel aanvallen. Oké, maar als die zo blijft, dan gaan we hier natuurlijk makkelijk scoren. Oké, nou, ik denk dat we eventjes opnieuw moeten gaan spelen tegen gekke Willy. Want dit is niet helemaal eerlijk. Ik weet niet wat hij had, maar hij ging wel echt heel snel af. Ja, of hij, hij zat er gewoon totaal niet op. Ja, dan wordt het wel moeilijk voor hem om dit natuurlijk te winnen. Ik geef gekke Willy nog een kans, want dit vind ik wel een beetje sneu. Blijkbaar had gekke Willy behoorlijke lek. Nou ja, ik geef hem nog één kans en dit wordt zijn laatste kans. En anders heeft hij pech gehad. Dan gaan we door naar de volgende tegenstander. En dan hebben we dus nog één te gaan. Eigenlijk is dit best wel een grappige minigame. Oké, gekke Willy doet dit nu goed. Ah, nee. Oké, dit is balend. Oké, hij heeft dus nu de muurtjes bij mij kapot gemaakt. Dan is het nu aan hem de taak natuurlijk. Oh, hij heeft zijn super verspild. Dat is wel lekker. Dan kan ik nu mijn super hierin gaan zetten. Ja, eigenlijk moet je kijken of je dan snel je super kan inzetten. Ik zal hier meteen even mijn super neerzetten. En dan even kijken of ik hier hem kan killen. Ja, dat lukt. Dan ga ik nu hier mijn super inzetten. Dan heb ik in ieder geval het goal open. Dus dat is mooi. Met een beetje mazzel kan ik nu dan scoren. En ja, ik ga scoren. Oh, en hij heeft zijn super verspild. Dus dat is ook nice. Dan denk ik dat ik dit potje wel ga winnen. Gekke Willy weet trouwens niet wat er op het spel staat. Dus hij weet niet wat hij nu heeft verloren. Ja, Dries Kids. Ja, dat ziet gekke Willy op het moment dat hij deze video ziet. Maar ik ga het nu nog niet verklappen. Want anders is het ook wel sneu. Dan denkt hij, ah shit, ik heb Dries Kids verloren. Ja, dat gaat hij achteraf misschien nog steeds denken. Hoe dan ook, dit potje heb ik gewonnen. Dan hebben we nog één laatste tegenstander die we even eens in gaan uitdagen. En dan ben ik benieuwd of diegene wel kan winnen. Maar ja, ik weet niet hoe erg de lek was nog in de tweede game. Als je echt veel lek hebt, dan wordt het wel natuurlijk lastig. Ik zet gekke Willy eruit. Dan gaan we nog één laatste game doen. En daar sluiten we dus mee af. En ik weet het leuk gemaakt om de challenge net wat leuker te maken. Als ik deze laatste game win, mag ik die drie skins. Dan mag ik Guard, Rico, Pandanita en Sultan Carol voor mezelf ook kopen. Dus de laatste game winnen, mag ik ze voor mezelf halen. Dan hebben we nog steeds 9 skins over. Dus dat is wel vet. Maar dan moet ik dus de laatste game zien te winnen. Oké, we hebben een laatste tegenstander gevonden. Die had me uitgenodigd. We hebben Silks. En die heeft best wel wat trofeeën en alle knokkers en rank level 30's. Oké, dus ik denk dat dit wel een pittig potje gaat worden. We gaan het gewoon zien. Ik moet dit potje dus winnen. Wil ik de 3 skins ook op mijn eigen account krijgen. En anders heb ik pech en dan ga ik ze weggeven aan Silks. En de laatste 9 skins die geef ik dus sowieso weg aan jullie. Jullie weten wat je moet doen. Code Bouws invullen, deze video liken, abonneren. En dat allemaal even sturen naar bouwsgiveaway@gmail.com. Staat ook in de beschrijving. Maar eens kijken wat er terecht van gaat komen. Oké, nu moet ik hier even oppassen. Ah, dit gaat niet helemaal volgens plan. Nee, dit gaat zeker niet volgens plan. Hoe gaan we dit doen? Silk, die doet dit lekker. Ik ga eventjes naar boven dan. Dan wil ik namelijk hier even de muur kapot maken. En dan ga ik even kijken of ik hem misschien nu hier kan killen. Zou mooi zijn. En dan moet ik hier even oppassen. En oké, ik denk dat hij nu daar de boel gaat slopen. Dan gaat dit heel moeilijk worden om dit potje nog te winnen. Want hij gaat nu sowieso scoren. Maar ik heb nu wel mijn super. Dus stel ik kan die bal nu snel die kant op pasen. Ik ga nu snel die bal pasen. En dan ga ik hier nu met mijn super denk ik eens schieten. En oké, dit gaat niet helemaal volgens planning. Nee, dus dan moet ik kijken of ik met mijn super hem nog kan tegenhouden. Maar ik heb zo'n idee dat dat niet meer gaat lukken. Nee, niet zo goed gespeeld van mij. Oké, even kijken. Nee, hij heeft al gescoord. Silks, gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Dus dat betekent dat hij die skin gaat krijgen. En ik dus niet op mijn free-to-play account. Dat is wel een beetje jammer. Ik zal het ook naar hem even sturen. Maar dat betekent dus dat we in totaal 9 skins over hebben die jullie kunnen gaan winnen. Dus dat is wel heel vet. Maar ik zal eerst even gaan overleggen. Nou, ondertussen heb ik Silk ook de linkjes gestuurd. Dus die heeft ondertussen ook de 3 skins. Hij had die Rico skin al, maar ik weet niet precies hoe dat telt. Of je dan een alternatieve beloning krijgt. En dat is ook richting jullie. Stel, je hebt een van deze skins al en je wint dan vervolgens die skin. Ik weet niet precies hoe dat zit. Nee, geen idee. De winnaars van de skins, die ga ik trouwens zeer snel al bekendmaken. Dus dan moet je gewoon eventjes je mail in de gaten houden. En dan krijg je gewoon een mailtje terug. Ja, je hebt vooral mazzel als je deze Sultan Carol skin hebt gewonnen. Ik vind deze wel echt heel erg bruut. Ik had hem ook graag gehad op mijn free-to-play account. Maar ja, dan had ik maar het laatste potje moeten winnen. En ik heb wel terecht verloren, om eerlijk te zijn. Ja, dat was wel echt grandioos hoe ik had verloren. Ja, we doen er helaas weinig tegen. Maar ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik dan slander mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die
hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken we uit. En abonneer, dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!